10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Your turn to pick. We'll be right back.
I still find it weird to talk. Nobody. Friends, I think we can agree that this one is in the bag. My follower is the first? No, it isn't. It's the 51. I am ever so grateful. Seconds to battle. The battle begins. I'm under attack. First blood. It's also in my info, but I'm 24. Simply not worthy. Oh, fuck. No! Pretty! I know I don't sound like 24, but I am. Everybody keeps asking me if I'm a little boy or a girl. Your pain ends. That's not gonna happen, dude. Cause I'm already taken. So good luck with finding someone else. Gold for my crown. I don't think so.
I meet Korean mate. I've got my bottle in it. Like I said, I'm Dutch. No pain, no. I'm under attack. Missing middle. Something for the pain. Middle's missing, careful. Your pain, my gain. Middle's back. She got haste, Rosa, be careful. Fuck! Oh, this stupid deck is scaring me. Your middle tower is under attack. Middle's missing, careful. Grows. Missing middle, careful. We already did by sentries, but it's not enough. Your bottom tower is under attack. Ready. Ooh, royalties. I'm burning up. Go.
time, death comes. Attack! Growing stronger! Dude, why go in? Triple kill! Why go in? Oh, you could have lived, Spectre. Middle is still missing. Careful. My pain tolerance increases. Pay for the privilege. Your top tower is under attack. Under attack. It's not time yet. How could you? Your top tower is under attack. Run! I will come top as soon as possible. I need to refill. It's not time yet. It's not time yet. Coming. Your middle tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Your middle tower is under attack.
Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. For the royal cause. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Your middle tower is under attack. It's not time yet. The enemy's top tower has fallen. Your middle tower has fallen. Your pain ends. Your pain, my gain. Your bottom tower has been denied. Oh, it comes up. It's wonderful. I can't bear to be seen. Your top tower is under attack. My quiver is empty. I'm sorry. Did into the bottle. Under attack.
Coming. Dire's structures are fortified. Not yet. What the fuck? I'm not. You want to me? What a pain in me. I'm under attack. Ooh, that was close. Thank you. The enemy's middle tower has fallen. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. The enemy's middle tower has fallen. Your top tower is under attack. Thank you.
I've got a rocket. Let me do a rocket before suicide. Walk to me when dying. I've got a rocket. He can't suicide if I'm working him. I scream bloody murder. Bottle Royale. Let me go first. I've got a gem. Your top tower is under attack. Got a TP at bottom, guys. Your top tower is under attack. Go, go, go. Your top tower is under attack. Gold for my crown. Your top tower is under attack. The enemy's bottom tower has fallen. Dire's structures are fortified. Gem on the ground! Run! Run! Use your magic stick! 10 seconds and you could do that stupid totem thing. 2 seconds. Rue! What the fuck are you doing, mate? Yeah, she shot a gem.
game. We've got no vision now. She has to jump. Let's take her down. We can do this. I'll go first. No, she went away. Okay, let's take top then. He asked for it. They asked for it. Good job, guys. Let's push. Oh, the tech is mining the fucking base. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. You're dead, and that's a cold, high fight. Your bottom tower is under attack. Any time you... He's got remote bombs. Tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Get back. Consider that an intervention. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Long live your queen! Your middle tower has fallen. Was it there? Or in base? Oh, I don't know. I will get a new one actually. It's not worth to buy all the wards for 2 minutes. Oh, I don't gonna stand in the moments. I hate. The mines are there. If I was Tekish, I wouldn't place them in the middle. Unless he has scepter. But we don't see a sign, so it's not there. Get the fuck out! Push the side lanes, maybe. Battle Royale. Three. Have another. See.
not time yet. No. Oh no! I almost made it. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. This will come in handy. Let's gather up, guys. We don't have much time. Pierre will out farm us. Ah! The misclicks! The misclicks! Oh god, did you see that? I'm a noob. Noob. My thanks. Yeah, well, shoop hoop. Put hoop. Goed toch? Value orchid. A little game of freeze tag could turn lethal. Dire structures are fortified. Value orchid. Geen suicide van Terry's. Fuck you. The enemy's top tower has fallen. Did they go? The enemy's top barracks has fallen. The enemy's top barracks has fallen. Okay.
Oh, ik heb zo'n oorlog gehad met techies. Ik heb totaal geen roemcontrole. All those levers. Guys, make mega creep. How can she run with Orchid? CM is al goed. Dit. Ik mag Wisebolt niet kicken. Ja. Mag niet. Ja, hij blijft elke keer hetzelfde zeggen, dat is ook saai. Ja, dat is omdat er niks verandert blijkbaar. Ik ga even nog een kopje koffie pakken, want... Ik heb honger. Laat eens wat anders zeggen, bier en diep of zo, weet ik veel. Ja, ik snap dat ding nog niet helemaal, laat me lekker. Nee, Wisbot snapt jou misschien niet. Nee, ik snap dat denk ik niet. word je even kouden? Ja hoor. Ben je nog steeds verkouden? Nee, ik heb 15 kilometer gefietst en heb ik een beetje last van mijn longen. Hoppa. Je hebt 15 kilometer... Hoeveel? 15. 15. Okay. Ik dacht dat je niet terug zou fietsen. 15 miljoen. Ja, 15 is ook alleen maar heen hoor, schat. En nou zie ik sterretjes, oh god. Ik zie sterretjes. Ja, die zie ik alleen als ik ze aansteek. Nou, hier in de buurt vonden ze dat wel erg leuk. Ja, was een huis in de fik gegaan. Ging er ook nog een bak met vuurwerk mee de lucht in. Zag die gast had zoveel siervuurwerk. Ja, in Wezep, dus hier vlakbij. Wezep, hè, ja. Ja, had mijn broek. Maar die gast die had zoveel siervuurwerk in zijn huis liggen, dat ze... Volgens mij haar eigenlijk zijn eigen huis verneukt heeft door het siervuurwerk, want ze kon gewoon niet blussen. Bleef maar afgaan, joh. Ja, als er eenmaal brand in zit, dan... Ja, dan zouden er 3 mensen gewond geraakt. Puur omdat die gas vuurwerk in zijn huis had liggen. En dat was ook echt niet een klein beetje, hoor, als je de beelden ziet. Hey, ik heb het filmpje gezien, het was een mooie show. Oh. Ja. Ja. Ja, ik heb ook wel wat vuurwerk in huis. Ja, niet in huis, in de schuur liggen, maar ja. Ja, vuurwerk. Dat wil ik ook niet dat het afgaat, want daar hou je ook niet heel veel over hier van het huis. Dat ik. Vuurwerk of is dat defensievuurwerk? Nee, dat is wel vuurwerk. Kabiet. Maar dat is... Nee, ja, dat heb ik ook wel liggen. Ja, precies. Kun je met de fakkel aansteken, toch? Precies. Nou, ik heb toen ooit de eerste keren, maar ik heb gebruikt nog steeds dezelfde melkbus, maar... De eerste keer met een aansteker. Ik doe het nooit weer. Niet watjes! Dat doen we hier alleen maar, jongen. Iedereen doet dat hier. Ik had niks geen oordoppen in. Dus ik had 1 vinger in de andere oor. Eigenlijk aan de verkeerde kant, maar ja, dat maakt niet uit. Toen stak ik dat ding aan met de aansteker, met mijn kont boven op die ton. Oh mijn god, jongen. En wat voor broek had je aan? Over mijn broek. Wat voor broek? Nee, gewoon spijkerbroek, maar... Oh... Ja, oh. Ik heb de hele dag niks anders gehoord dan stuuuut. Oh god, watjes. Allemaal watjes, up. Mijn broer was wel zo mooi. Mijn broer die ging voor het eerste keer in Enschede.
oud en nieuw vieren. En toen zag je die lui, die hadden de melkbus. Het is helemaal netjes op zo'n rekje. En op afstand met een dikke grote fakkel steken ze dat aan. Hij zegt, wat de fuck zijn jullie aan het doen? Hij pakt die bus, gaat erop zitten, knalt hem af. En die lui is allemaal te kijken, niet doen. Maar ja, dat doen we hier niet anders. Nou, je schiet ze ook wel onder de arm en boven het hoofd. En, ja, dat doe je. Uiteen draait hem vast en anders steekt hem aan. En, Nou, ik heb er al wel eens op gezeten, maar ja, een bal onder de kont en een oog, de steekvlammen die slaan langs je op, jongen. Ja, bah. Je moet ook oppassen met de steekvlammen. Ja, nee, ja. Voel je maar een paar keer wat van. Precies. Ik heb één keer steekvlam over mijn rug gehad, maar ik merkte er niks van, maar ik zag in de ruiten van de buren zag ik een steekvlam over mijn rug lopen en ik denk, gelijk voel ik mijn haren nog zat. Nou, als je er maar genoeg drang in gooit, dan voel je het op een gegeven moment niet meer, dus Ach, ja. Ik moet wel zo lachen. En dat dacht die vent in Enschede ook, inderdaad. Maar ja, toen zijn de fabriek naar de kloten. Mijn collega kwam altijd met zoveel blaren, jongen. De volgende dag op zijn werk. Die komt gewoon iets wat zulk werk. Handen eronder. Nou ja, mijn collega stond ook van 's ochtends 6 uur tot 's nachts 3 uur te schieten. Nee, je zou zeggen dat de lol er een keer vanaf gaat, maar... Nee. Oh, ik heb wel een zoentje of zo, heb ik er wel... er wel af, hoor. Ja, maar hier gaan mensen, die pakken een melkbus, nou, dan gaan ze naar de ene punt, dan gaan ze daar even schieten. Nou, dan pakken ze de melkbus en de fiets en de krabbier, en dan gaan ze weer door naar het andere punt, en dan gaan ze daar even schieten. En dan gaat het door. Wie wil bij jou rustig? Ja. Och meisje. Ja, ik ben ook wel eens onrustig. Ja, ze springt maar tegen me op. Wil je op schoot? Kom maar! Wil je op schoot? Ja. Ja, lekker kusjes. Ugh. Een lange zoek. Probeert je te wassen. Ja. Oh, fucking hell, waar staat dat ding? Weet ik niet. Links? Ding. Ik doe gewoon maar eens links. Nee. Oh. Ik wil het echt voor me, maar waar? Oh. Op het puntje van je neus. Nee. Puntje van je neus. Oh, goed. Nee, ze bijna zeggen van wel. Maar... Ben je je beeldscherm kwijt? Ik blijf logeren. Dat zei dat hij ergens voor me stond, maar... Ja. Wat zei je? Ik blijf logeren. Ja, joh. Woensdag op donderdag. Aanstaande. Ja, ik ben bang dat ik me verslaap. Wat is ze? Ik ben bang dat ik me verslaap. Waarvoor dan? Nou, wat denk je? Sollicitatiegesprek, goed zo, Huub. Wat? Maurice? Nee, ik weet daar niks van. Maurice? Solliciteren. Maurice? Ja, doe rustig. Maurice? Doe niet zo interessant. Maar op het sollicitatiegesprek waarvan? Vitens. Maar dat gaat ook echt... Okay. Ik heb toen wel met jou en Jeroen waren op Teamspeak, heb ik dat gezegd. Ja, denk je dat ik oplet wat er op Teamspeak wordt gezegd? Nee. De helft van de keer niet hoor, dan zit ik gewoon iets te kijken ofzo. Of geluid van mute staan of heel zacht. Bij de Vitens, Ja. Goed, dat is dat. Ja. Oh, kom hier. Ja. Vitens. Waar zit dat dan? In Zwolle, vlakbij de Winnenzaam. Welke kant op? Als je via de grote verkeersrotonde rechtdoor gaat, heb je op een gegeven moment rechts een gebouw met allemaal water eromheen. Dat kruispunt. Kruispunt vlakbij de Winnenzaam. En wat doen ze daar? Water. Dingen met water. Water zuiveren, water. Ik weet wel waar die zuiveringsinstallatie zit, maar. Watermeters van de. Zit aan de IJssel. Aanvragen. Als jij gewoon. Want je verkeersrotonde recht doorgaat, dan heb je op een gegeven moment de afslag rechts. Ja, vanaf welke kant kom je dan? Nou, vanaf welke kant komen we altijd?
Ja, precies. Altijd hoe zo'n zin. Heel veel kanten waar je vandaan kan komen. Ja, maar wij niet. Nou, als je van de kant van komt. Ik kom altijd van de kant van Wezen. Als je vanaf de kant van kamp komt, ja. De kamp van kamp? Je gaat de verkeersrotonde nee, over. Nee, dat is de Wallense kant. Je gaat de verkeersrotonde over en op een gegeven moment rechts de afslag naar Hattem. Dan ga je rechtdoor en heb je links die afslag richting het station, zeg maar. En waar de ecodroom zit. En dan zit hij op dat kruispunt, zit hij rechts, heb je zo'n water. En dan staat er zo'n groot gebouw met allemaal water eromheen. Volgens mij weet ik welke je bedoelt, ik denk ja. Als je de foto, je weet het wel. Ik denk dat ik het al weet. Volgens mij kwam ik daar terecht toen ik naar de open dag van het Windenzuim ging. Hoe de fuck krijg je dat voor elkaar? Ja, weet ik veel. Ja, dat is dat dan nog nooit geweest, joh. Je hebt kats verkeerd gelopen, in ieder geval. Ja, dat was een leuke dag. Ik hoefde niet naar de school, omdat ik naar een open dag moest. En vervolgens, ik heb een uurtje gelopen. Toen ging ik weer huis toe. Oh. Hebben we doen het allemaal. Zo. Die Russen willen we in die laden? Nee. Ja, hij heeft ook zijn naam verkeerd geschreven. Force Mercurio. Volgens mij bedoelde hij Freddie Mercury. Maar... ik snap er niks van. Nou ja, goed, dan kun je best ook niet kwalijk met je op. Easy mode. Bliksem. Oh, ja, laat. Het duurt hem 2 minuten en 58 seconden, maar... Dan heb je ook wat, hè? Nou, zeg dat. Zie je konijntjes? Ja! En maar afvragen waarom ze zo fucked op raakt als ze die konijnen ziet, hè? Ja, ik weet ook niet wat het is. Die konijntjes? Nou hoor, ik zie geen konijntjes. Hé hey, jongen, ik word er net uitgelaten. Dan heb je niet hard genoeg voor je kop geslagen. Dan kun je de voordeur binnen en ze staat alweer bij de achterdeur om... ja, gaan we hier verder? Bunnies! Ja. Nou, dat is wel handig hoor, want laatst mijn konijn is de laatste tijd aan het ontsnappen, vindt hij leuk. En dan vindt zij hem. Hebben wij een Ancient Apparition speler? Een AA player! Nope. Waar staat? Daar hebben wij een AA speler. Wij willen graag één AA speler. Ik kan geen AA spelen, maar als het moet dan wil ik dat proberen. Er moet iemand in ons team AA spelen, laat ik het zo stellen. Ja, iets, iets vriendelijker. Voor de alchemist, zeg maar. Ja. 10 seconds remaining. Dat ook. Ja, ik vind je moet wel een aardige goede map awareness hebben, wil je. Oeh, god. God damn it. Moeilijk zijn is. Jawel, die bal raken. Oh, kom. Ja, is niet moeilijk, alleen. Nou, dat vind ik moeilijk. En wanneer die er is, moet je weer F drukken, dan is het klaar. Moeilijk. Nee, op R, Yuri. Ja, ook goed, R. Laat me dat niet moeilijk vinden. Dat in, goh, Jury, heb jij ook zo last van de air hier? Air. I am with you, zegt hij. Maar ik weet niet meer wie ik ben, maar... God, ze kiezen ook gewoon een team dat allemaal Septus bouwt. Dat is een toeval. En elke mist die ziet. Dan wil je winnen. En ze verliezen geld, in ieder geval eentje, heel erg hard. Wie gaat de mid? Dan ben ik. Bedankt. EE gaat mid. Wow. Uf Shakira. Voor de chaos. Voor de chaos. Uf Shakira. Uf Shakira. Ik ben er niet bang voor. Ga wel bottom dan, Maurice. Wat? Ik bottom ga. Oh jij, ja. Bob, die gaat dood! Die smelt. Oh. Hey! In de pocket! Ik wil de ronde, ik wil de ronde. Nou. Jij gaat, stop. Ik wil de ronde. Hoe is er een pauze net dan? Vanzelf gebeurd. Geen idee. Ik sta niet meer zien. Mag ik niet van die meer zien, laat ik zo zeggen. Ik ook niet. Maar dan nog, ik wil er een. Kun je zien op de chat? Ik wil er een. Zo verleidelijk, hè, Yuri? Dan komt er in één keer een Phoenix langs vliegen, zo plop. Ja. Een Phoenix, dat doen we niet in deze game, doe niet zo raar. Doei hoor. Kippen jongen.
Esther zucht nog eens 10 keer diep. Ja, ik word hier zo moe van. Het is de hele dag al. De hele dag. Ik ben hem net... Ja, Esther! He is back! Dota moet je shit eens even voor elkaar halen. Er was er geen, geen contest bottom? Nee, er was geen contest bottom, helemaal niks. Hé, wat vervelend. Ik wel kerstfeest in Siberia. Kerstfeest? Oké. Okay. Ja, daar geven ze altijd cadeautjes. Ja, maar hebben ze toch altijd kerst, of niet? Het snut er altijd, wil je zeggen. Ja, nou ja, altijd. Heel vaak. Elke mist op links. Jij doet de denies. Nee, ik ga geen last hits doen, nee. Ik ben wel de denies. En de RS, heel goed, heel goed, heel goed. Rijpt het wel. Trots op je, jongeman. Ik hoef geen kind van je, hoor. Wat? Nee, dat, dat zou onmogelijk zijn, denk ik, Roel. Hey, alles kan tegenwoordig, hè? Nou, alles. Dat is waar. Zelf staat voor jullie. Maar ik weet helemaal niet hoe oud ik bedoel. Dus voor hetzelfde had hij mijn vader kunnen zijn. Is hij ook. Nou, nee. Plot twist. Plot twist. Hij is je vader. Nee! Jullie, ik ben je vader. Ik ben niet alleen je moeder, maar ik ben ook je vader. Elke wedstrijd voor de Roen, denk ik. Roen contest, bitches! Oh, oh ja, ik had Lich trouwens ook op mijn scherm staan, maar ja. Ik weet niet waar die is. Ja, die staat achter de toren. Behind... Achter de toren? Hoe durf je? Behind the tower. Worden. Hij gaat de Roen pakken! Hij is bijna dood. Ja, en dan er niks uithalen, dus dat heb ik ook nog XP en... Ja, heel goed, blokken! Oh, ik dacht dat ik je daar... Blokken! Oh, zeg dat dan! Oh, kut! Ja, ik dacht dat je het al ging doen, ik denk zo, die kerel is goed. Ja, jongens. Yo, tank 6. Zo'n hoog level ben ik. Ja, ik doe mijn best! Ja, ik bedoel meer van, dit heeft echt helemaal niks voor mij opgeleverd. Oh, nee. Dit heeft me zelfs geld gekost. Nee, je gaat nu ook nog dood. Oh, goed gedaan! Fuck you! Pas op, Maurice. De shaker incoming. Fucking goed, ik heb 16 lat zitten doen. Ik heb bijna alles al. Hou we zo. In de lat, in de... Akayu! Dat was te vroeg, veel te vroeg. Tiny staat achter de toren en denkt dat hij aan het healen is. Au. Een Lich staat er ook wel, maar ik denk dat Lich aan het poelen is ofzo, denk ik. Dat hij wel heel Ja, hij is ook aan het poelen, ja. Heel verdacht, heel maar het stil. Brengt ze niet zoveel namelijk. Ach, missing. Kijk uit. Elke Saturn. Oh, zeker dus ook nog weg. Miss, we hebben... Meer. Zag je dat, naast ons? Ja, ik weet niet wie het was. Wie was nee, dat? Ik ook niet. Oh, dat kon ik niet snel genoeg zien. Kan iemand courier upgraden? Earthshaker. Lek Mac maken, jongens. Steeds meer denk ik missing. Wat doet Earthshaker hier? Lek Mac maken, jongens. Ja, dan moet ik. Ga het toch niet krijgen? Ja, maar ik heb er toch niks aan. Wat? Nee, maar ik kan mezelf wielen, bedoel ik. Ik kan hem ook wel maken, maar... Tiny... Oh, het punt is meer van, willen ze snel een mech hebben of niet? Also, ja. Ik krijg hem sowieso snel af. Dus ik denk dat jij hem vlotter hebt dan ik dat... Ik denk dat we hem wel nodig hebben. Birdshick en Tiny, pas op. Tiny's tegen de Shadow Fiend is ook echt niet effectief met, hè? Het is echt zo van, curse you, I don't care. Ja. Voor hun niet, probeer niet op één lijn te staan met jongen.
Nee, dat is goed, man. Als je gaat dat niet goed als die die heks met zijn muur komt. Ja, we moeten meer uitkijken als Lid straks komt kijken. Ja, dan zijn. Helemaal, ja. Want dan worden we gesloten en dan worden we vastgezet door die visje. Althans, dat zou de slimme combinatie zijn. Ja, hoe werkt het met de Echo Slam en de TAS dan? Gaat dat een beetje samen of? Ja, dat kan wel, als hij dat wil. Dat is wel zeker wel een goeie. Ik weet niet hoe dat werkt, maar. Maar hij tost je erin en die andere drukt de Echo Slam. Ja, oké, maar ja. Als klinkt lastig, maar. De andere er niet op bedacht is, zeg maar. Echo Slam is instant, dus op zich, ook al moet hij er een seconde over nadenken, dan maakt dat niet ik zo gek vanuit. Ik denk dat meneer. Bibi. Sorry, foutje, meneer. Ik ging auto tikken. Bibi, kom dan. Kutje. Beest. Pagmissing. Groen. Ja, zo. Silencer en Alchemist willen allebei dezelfde groen zo te zien. Dat is niet erg. Gedaan, Roel. Oké. Wij kunnen alleen. Oh nee, ze zijn er nog. Oh. Ik loop alleen maar achter hem aan. Wat een baas. What the fuck, jongen, waar heeft hij dat dan weer goed dan? Die is een stink tiny. Pak hem. Slappe bak. Ja, ik pak hem wel. Nou, je weet me nooit. Ik weet niet hoe mannen, ik had een opgelegd op de bot om te kijken of mijn stupier. Toen zag ik ook op jou. Ah, die tiny moet echt dood moeten zijn. Nee, ik ging op al. Ja, maar dat had ik niet zien. Dus niet hoe het status was, zeg maar. Je mannen, jij ja, was wel okay, dood. Dat is een beetje jammer. Ja, hij tostte zo'n. Ja, hij tostte mij op jou. Springen. Had hij slim gedaan. Ja. Was slim van hem. Ja, had hij echt goed gedaan gewoon. Ga je illusies niet naaien? Nee. Ja, ik had gehoopt dat ik hem wat meer naar de toren had toegetrokken. Waardoor ik wat meer. Dat de toren ook wat. Ja, wat damage had gedaan. Dan had hij eerder dood geweest. Dan nu. Ach, missing. Daarna waren mijn skills en al mijn mana op cooldown. Ik had gisteren iedere keer eentje die zat constant hier te hiden, maar ik zag hem er constant in lopen. En ik van ja, kerel. Ach, maar missing is dus een glitch trouwens. Ja. Ik denk dat elke aan jungle is, maar. Fortified. Oh, wacht, Silencer in huis! Hoor een Ja, ik denk dat elke echt deze een jungle is, hè? Bottle charge dinges, of wat is het? Ja, hij heeft wel zijn ulti, dus. Net als ik een double damage en een buckler heb, gaat Silencer naar top toe lopen. Wat vriendelijk. Pas op, wegwezen. Rennen. Ja, ik ren zo hard als ik kan, maar. Ik weet niet waarom die dat doet, maar dat betekent dat er iemand naast ons staat. Waarschijnlijk met een invis doen. Dit is heel gek. Ik kom naar bottom toe met Mac en TP, maar het duurt nog wel even. Als in, ik ga naar base toe lopen. Oké. Okay. Dan kunnen we die lane wel even doorpushen. Ah, ik kwam in één keer wel heel hard op me afgelopen. Ja, stap je terug, Roep. Ja, maar je kunt wel iets agressief gaan spelen nu. We komen zo aan, hè? Ja, we doen gewoon wat we altijd doen. Beetje last iets pakken. Ik heb ook scroll. Ulti komt eraan van Esther. Op bottom. Go. Nou, dat was de eerste beste practice. Wat wij me raak! Kak! Kut! Wil je rift? Nee, cooldown. Litch. Litch is hier. Blijf maar. Ik had bijna. Kut counterpicks op jou eigenlijk, zeg. Hoezo?
Nou, die klote kut. Ik heb de PL als laatste gekozen. Oh. Dat was stom. Die tango had hij nooit moeten pakken. Wie loopt daar? Die was een van de alchemist, alchemist achter ons. Oh, we krijgen een silencer in onze rug. Ja, benul. Komt weer het water. Ik heb geen mannen meer. Dan is het lukt richting in Ancients. Ah, kut. Sorry. Oh, dat geeft niet. Ja, oh. Echt top. Bottom is alles weg. Ja. ik moet even terug naar base. Your middle tower is under attack. Kom maar onder, meid. Dat is je zeiken. Moet je er nog een hebben? Of wil je er nog een hebben? Oh, wat is dit nou weer? What the fuck? Ja, dat was een shallow grave. Shallow grave. Lekker, en wegwezen. Ja, terug. Helemaal terug. Nee, dit is Miss S. Weet ik. Ik had het al waar. Ah, dat geluid we maar niet jatten. Lang leven de stick charges. Ja, zeker. Your middle tower is under attack. Komt ie weer. Oh, shit. Oh, dat was niet goed. Oh. Ja, ik had gehoopt dat hij niet zo ver zou trekken. Ik denk halverwege ergens zou wel mooi zijn. Daar is het dus echt top. Maar dan nog hoor. Hadden we niks van elkaar gekregen. Dat was gewoon random. Ik flikker hem erin. Gewoon een beetje iets dan doen. Dat is ook, hè? Oké. Okay. Silencer is missing. Oké. Okay. En als je met. Ja, je moet alleen oppassen dat als het niet op cooldown staat, dat je hem echt nodig hebt, S. Ja, maar ik zat er eerst een beetje moeten oefenen met gooien. Als dat niet lukt, dan. Je ziet al een keer mis. Ja, dat is omdat we hun ook opletten, want ze kunnen hem gewoon op de kaart zien als ze gewoon een beetje bedacht zijn. Oh, elke zie je trouwens. Ja, ja kunnen al een tijdje. Hoppa. Hang je uit, zolang er maar een. Waarom sta je trouwens hier, als ik vragen mag? Ik ben ingetipied toen jullie hulp hadden. Ik kan hem terug hier. Ja, let's go, dive jongens. Capmac. Oh, heal! Heal hem! Wat ben je? Heal jezelf! Ook goed. Geef jezelf! Nee, laat maar gaan. Komt er niet bij me weg! Ik heb de Mac! Ja, ze moesten wel, anders waren ze dood. Ja, als je naar me toe was gelopen, had ik eerder kunnen mekken. Mac heeft echt een dikke range, hè? Ja, ik kom achter je aan. Hier, Huub! Daar redden ze wel. Silence staat er, daar hebben we voor nodig, helemaal. Bottom tower has fallen. Elke is ook ergens in de jungle. Ik weet niet of hij al zo slim is geweest om weg te rennen. Jij hebt een lifesteal of niet? Als DK of niet? Nee, ik heb item gehaald. Ik ook. Zou dat gewoon doen? Nee. Oh, dankjewel man. Bijna. Ik ga heel even naar de sideshop. 30 minuten. Oh. Nou, dan moeten we terug naar Marie. Zodra de sideshop gaat. Dan... Elke is geraakt! Hey! Blijf oefenen, gewoon de hele tijd aan harassen. Ja. Oh. Doe mijn best, hij. Dan heb ik mana boost. Zet die ulti aan, nee. Oké, stap je terug, Roel. Nee, jongens, silencer. Ja, oké, gaan we ervoor. Eraan. Ik heb geen wards, duidelijk. Nice. Gaat hartstikke deur. En door naar beneden. Ja, ik heb ulti, we kunnen. Laat je courier. Dat is Tiny en Shaker, hè? Ja. Ja, we zijn met z'n vijven bijna. Precies, zeker daar. Volgende. Zeker hier rechts. Zeker. Ik heb geen mana. Ja, nee, Pocky. Maakt niet uit, gewoon resten. Heal me! Lekker, bottom tower pakken jongens.
Moeten we wel eerst naar de creeps door. Jullie kunnen wel heel ambitieus die kant op lopen. De creeps zijn echt hier hoor. Ja, ook loopt wel onze mid door te pushen trouwens. Hij gaat trouwens niet voor een radiance, dat is duidelijk. Heeft iemand een scroll om te verdedigen zal ik er naartoe gaan? Ja, ja, geen mana. Ja, ik heb ook een scroll, maar geen mana. We zijn in ieder geval die toren niet kwijt. En top dan. Ja, dan gooi ik wel even een ulti in. Your top tower is under attack. Hier kom je weer naar mid. Of mid, bottom. Lijkt op elkaar. Ik heb mech hoor. Ik heb mech en ult. Mana namelijk. Ja, weet niet zo goed wat ik daar moet doen nu. 28 seconden heb ik weer mana. Aanwezigheidspremie. Oké. Aanwezigheidspremie ook. In dat geval 10 seconden heb ik bij mana. Effectief. Hartstikke mooi jongens. Oké. Ze kunnen niet defend, ze hebben niet genoeg early game versus die van ons. Oké. Double damage. Kunnen we wel Roche aan doen misschien? Hebben we lifesteal? Hier even lifesteal toch? Roche doen? Ja, ja. Heel druk bottom. Nou, dat maakt niet uit. We kunnen vechten. Wij kunnen vechten, in tegenstelling tot hen. Ik heb zo ook een mech namelijk. Wie pakt hem? Jij? Ik pak hem, ja. Ik pak hem. Ja, doe maar. Lijkt me wel het meest verstandig. Okay. Gaan we gewoon in met nu. Ik heb silencer zo'n ding op zijn bakjes gegooid. Ultje op de bakjes. Mooi 75 gaat. Het is alweer bij gebotteld. Nou ja. Ik heb Mac, ik heb ult, ik heb Aegis, we kunnen matten jongens. Let's go dan. Silence. Niet één. Dat is prima, we hebben een kill. Global Science is gebruikt. Maar dat is het, hè. Die Alchemist kan ook niet vechten. En die Tiny die kan niet alleen afhalen. We kunnen nu gewoon T3 gaan. Die Alchemist niet terugkomt, dan kunnen ze niet verdedigen. Au, kut, dom. Moet gewoon achter blijven staan. Geen reden voor Dazzle om zo dichtbij te staan. Die right-click damage gaat verschil niet maken namelijk. De Dazzle moet altijd kunnen graven. Elk is terug jongens. Ja, maakt niet uit. Ze moeten committen. Oh, echt waar? Denied. Wow. Laat ze eerst maar eens wat commitment zien. Alleen geen mana. Nee, dat probleem 5 seconden. Ik heb continu mana probleem. Ja, je bent niet de enige die geen mana heeft, maar op zich. Oh. Ga maar terug. Ja. Andere lane? Ja, even terug, allemaal weer even mana halen. Ja, ik zit bijna vol. Ze staan daar niet om te vechten, ze staan alleen maar om even snel die creeper even al kit te killen. Zodat wij niet kunnen pushen. Heb jij nog een ruimte voor scroll? Ja. Bedankt voor het bewaren. Hoppa! 4 tegelijk. Nou, goed geoefend. Dus weer andere lanes pushen. Of één iemand top pushen. Dan kunnen we wel weer ergens pushen. Ik ga even mannen halen. Gaan we pushen, Roe? Ja. Ik ga even mijn Midas gebruiken.
een top tier 200 wel pakken misschien. I need a new mouse. Ja. Ja. Nee, kopen. 1 euro bij de Action. Ja. Ja. Maar die gaat me nog geen dag mee, dat ding. Moet je ook niet zoveel smijten met je shit bij. Nou, deze is aardig doodgeklikt, moet ik zeggen, joh. Wat verdomme. Oké. Okay. Alweer is Zelda Silence verneukt. Ja. Rol de koerier. Oké. Godverdomme. Fucking linksklik kut knopje. Oh. Goed, hier stil. Ik heb mana, mocht men het nodig hebben. Ja, dat had je niet moeten. Achter ons, jongens! Wat? Achter ons. Oh. Ja, dat. Ja, oké. Okay. Niks aan de hand, joh. Als ik hier zo gelopen zie je alleen maar kansen. Oh. Ja, heeft iemand de HP 40 van mij? 40 seconden heb ik pas mijn nek, jongens. Dieft. Kut zijn, dus dan kan ik niks meer doen. Oh, Tiny Invis. Auw, 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 auw. Nee. Nee, terug. Heel jullie, heel jullie. Oh, jullie heeft aan het. Nice. Tiny heeft een shadow amulet. Ja, zo gaat het. Kan iemand even de dus meenemen dan straks? We kunnen zo meteen gelijk weer gaan, hoor. Nee. Ik heb ults gebruikt, dus... Vroeg of iemand de dus mee wil nemen, ik vroeg niet... Kut Silas met zijn mana erin. Esther, waarom ga je daarin? Wat? Waarom ga je daarin? Omdat ik mijn woord ga plaatsen. Nou, dat kan straks ook wel. We gaan eerst top pushen. We willen even die tier 2 omgooien. Dat kan helemaal niet te pieren. Moet sowieso lopen. Nee, dus daarom snap ik ook niet waarom je daarin gaat. Ik typ hier gelijk weer in en dan pushen we gelijk weer. Your bottom tower is under attack. Pak anders eerst bottom maar, Esther. Waardoor de ulti heen. Hier en daar nog even wat zieltjes proberen op te rapen. Ulti erop, prima. Volgende keer gewoon wel gelijk voor diffuser gaan, matje. Tenzij je drums en alles maakt. Ik zou geen jasje maken in plaats van een diffuser, zeg maar, die volgorde. Ja, je haalt heel veel meer waarde uit een diffuser namelijk. Geeft ook veel agility, hè? Kijk, die heeft Roen. Hoeft niet eens voor die diffusals charges. En heb jij een ulti? Komt eraan. Weg silenced. 4 seconden. Pas op, achter ons. Nee, geen shallow grave. Ik ga healen. Ja, ik stond erachter vast, hè? Ja, dat is waar. Ah ja, op zich gaat het goed hoor. Nog steeds 4 man dood. Ik had mijn ult nog een tijd. Weer netjes. Nou, ult is vooral bedoeld voor de alchemist. Hè? Ja, dat je die regen niet krijgt als ulti. I know. The enemy's top tower has fallen. Boven 30 seconden weer mech. Wow. Ja, oké, moet ik zijn. Ja, 30 seconden nog. Ben oké. Ja, ik wel. Maar ik niet. Auw. Nog niet uit, had geen blink. De melee pakken en dan wegwezen. Oh, Tiny, alles zit daar. Geef op mij. Geef hem. Ja, ik kan niet. Zit op cooldown. Voilà. Ik kan niet bij jullie komen. Maak jij uit, ik kom weg. Kut, verkeerde knop. Oh, hij is ook heel groot. Oh. Ik ben nog niet meer. Matje. Matje die komt er ook uit. Is er uit. Ben je heel wel. Ik ben eruit getypeerd. Okay. Op een of andere manier lukte dat. Ah, ze focust een beetje op mij, dus dan staat dat naast je kan typeer. Oh, maar ja, die kun je hebben. Die kunnen we hebben. Nou, dan ben ik manaloos.
inderdaad. Nou, dan kunnen we mid pushen. Want de Tiny is dood. Ja, ik heb Shadowblade gebouwd. Hij dacht waarschijnlijk dat we het niet door hadden, zeker. Ja. Ik dacht een easy kill te maken. Hij is heel een stom. Moest maar gewoon in de asset sprayen. Ik heb nog een ultje op straat dan. Oh, mooie mooi silence. Kut, kan mijn ult niet! Nee, maakt niet uit. Global silence weer vanuit. We gaan roosje aan, jongens. Wow. Ik ben namelijk creep hem. Ja, hij is niet zo goed in de silence. Nope. Hij gebruikt hem echt puur defense voor de alchemist. Als hij aangeraakt wordt, doet hij hem gelijk. Ja. Zo slecht. Oh, kut. Fix hem. Huh? Ja, hij is er niet. Is hij nog niet? Lange respawn. Lange respawn? Zijn respawn zat er net zo lang. Nee, dat is niet waar. Ik ga daar mijn ultje op gooien. 7 tot 11 minuten. Ja, dan kan het dus zeg maar nu 11 minuten zijn. Ja. Als in een lange respawn. Ja, daar raken we. Volgens mij... Oh, Lich daar. Zou die nu ook Lich achter mij. Dat beter maar. Hij heeft daar gehoord. Ja, hij is een beetje bossen van hem. Oh, waar gaat hij heen? Go, 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 go. Elk staat hier trouwens. Ja. Nice feet. What the fuck was dat? Wacht op mijn... Wacht op Roshan en op mijn PKB en dan kunnen we... Kunnen we wel weer matten. Ik wil mijn scepter onderweg ophalen als ik kan. Nee, ik sta bij secret dus. Staat de man in de secret, jongen? Nee, ik sta bij de secret, zei ik. Kun je de courier dan lekker laden? Ga je door, ja? Hoe is dat, Thijs? Ach. Kijk of Roshan er is. Ja, hij is daar. Mooi. Oh. Ja. Dat is wat gehoord daar nou, hè? Kan ik ook wel zonder ons, denk ik dan? Nee, ik heb geen livestream. Dus dat red ik niet. Zijn Vlad was op zich ook wel nice geweest, Yuri. Hè? Zijn Vlad deze game was op zich ook wel nice geweest, trouwens. Zal ik hem even pakken anders? Misschien ook wel gekund. Ja, ja, pak maar. Ik vind dat meer een support eigenlijk soms. Vlad. Ik moest even een... Kan ook een PL. En ik vind de dingen... De armor van deze item vind ik super chill voor mezelf. Vlad geeft ook armor. Ja, maar deze geeft meer. Nee. Niet waar. 5. Allebei geven ze 5. Ook chill. Allebei geven ze 5. Maar Vlad geeft ook damage bonus, maar maakt op zich ook niet zo heel veel uit. Dat doet echt geen damage trouwens. Jemig. Ja, als die goed is wel, maar. Is dat voor de ulti? Ah, kut silence. The enemy's bottom tower has fallen. Oh, die ult. Ja. Yeah. Oh, the fuck, ja. Hartstikke goed. Kom in ieder geval geen kant op. Hij heeft nog een ult op de bakkes. Achter mij, achter mij, achter mij! Ik kan hem niet hebben! Hierbom. Hierbom met negative armor, mooi. Ja. Door de alpha volgen wil ik 30% extra damage. Ja, dat is waar, dat is waar. Ik zeg niet dat het een slechte keuze is, begrijp niet verkeerd, maar ik bedoel deze game, omdat we een PL eigenlijk positie 1 hebben, zeg maar. Waarvan support je ook een beetje je PL. Begrijp niet verkeerd, ik zeg niet dat het een verkeerde keuze is. Het is natuurlijk gewoon een goed item. Ook op een chaos night. Een chaos knecht. Beetje een vernedering. Nou, easy game, easy life. Oh, staat van 4 goed gespeeld, jongens. Gecontroleerd uitgespeeld. Ja, dit is weer zo'n game dat ik niet gefeat heb. Wat? Staat 4-0! Het is een uitzondering, ook dit. Wel, steeds vaker, maar steeds vaker. Ja, kan niet. Geen mana. Geen mana nodig. Ja, nu wel.
Fuck jou. 5-0. Hakkertje. Oh, pas op voor de ulti. Pas op voor die ulti. Oh, als die gast de ulti had, jongen. Dan hadden wij een dode PL. 4 creeps en 4 illusies. Ja, toch. Ik zou bang zijn. Wat verdikker, dat was nasty. Oh. Hmm. Oh! Dat was een abyssal blade. Dat was een auw. Wat, wie heeft er een abyssal blade? Dat dacht ik. Wat was zo lekker te zien. Oh, je hebt een best op. Lekker gespeeld, jongens. Lekker gespeeld. Ik moet even denken. Ik kan denk ik niet nog eentje doen, want ik iets van de dokter. Hup, serieus, je tand. Mac erbij, hè? Look at you. Ja. Yeah. Lekker gespeeld. Kijk dan hoe netjes, hoe weinig dood. Ja, gewoon als een stel bazen gespeeld, jongens. Oh, Bibi, niet doen, niet doen, niet doen. Ah. Ja, die springt me gewoon op mijn gezicht, jongen. Ben je vrolijk? Ben je vrolijk? Kom dan. Oh, flik het van de bank af. Ja, ik ga even een nature calls doen. Ja, ga even pissen. Plassen. Hey, jij maar zegt plassen, jongen. Oh. Shit's gonna be real. Fuck. Ik zal even een berichtje in Erwin doen en zeggen, vragen of dit goed genoeg was. Erwin wou toch dat ik anderen ging spelen, zodat hij niet telkens... Wat? Dat Erwin ook een casual oker kan spelen. Ja, als een livestream is, moet hij EE spelen. Anders moet hij altijd een winter spelen. Als ik EE kan spelen, kan hij ook eens een keer een casual oker doen. Ja. Ik weet niet of deze game... Oh ja, joh. Je moet blijven oefenen. Dat is het beste wat er is. Hmm. Yep. Steun praktisch. Maar op zich, de meeste supports zijn niet zo. Alleen de timing van de ulti die echt belangrijk is. Mm. Nou, die is cruciaal en daar is Emma wel erg goed in.